Dames en heren, bier is honderden jaren de dorstlesser geweest vanwege de slechte kwaliteit van het drinkwater in Tilburg. Gelukkig was het alcoholgehalte niet al te hoog. Tilburg kende een tijd dat we tientallen bierbrouwerijen hadden. In de 19e en de 20e eeuw liep dat aantal flink terug. Maar in de 21e eeuw is er weer een flinke toename, een opleving gekomen in het bierbrouwen. Enthousiaste amateurbrouwers groeien uit tot kleine commerciële bedrijfjes. Maar sommigen zien het als een hobby. Zo ook de kleine brouwerij Molten Bier, die in hun brouwerij, een garagebox, diverse biersoorten brouwen. En allemaal zijn ze even lekker. Even sfeer proeven. Nee, geen bier natuurlijk nog niet, want het is pas 10 uur in de ochtend. De mout hebben we geschoten. De geschoten mout die gaan we nu starten in de brouwketel, waar het water nu op 53 graden is. Om het alcoholpercentage van het bier te berekenen, moet je het soortelijk gewicht weten. Dus dat is het SG-gehalte van het bier wordt gemeten. Van een reeds bestaand bier, een kwadruppel. En ondertussen 9:45 geworden. Ja, dat zei ik geen tijd, maar ik ga toch eventjes een brouwsel proeven. Ruud, wat ga ik nou proeven? Een kwadruppel. Een kwadruppel? Ja. En die moet dus nog gebotteld worden en op de fles verder vergisten. Hij is nou wel lekker. Oké. Proost. Proost. Ruud van Doren en ik zijn al meer dan 20 jaar met elkaar bevriend. Ik ben dus zijn maat. Deze foto van ons samen in Bilbao werd gebruikt voor het etiket van Maltenbier. Een witte maat. Dat slaat eigenlijk een beetje op mijn haarkleur, maar hier wordt natuurlijk bedoeld het wit bier. Tot de 20e eeuw was het drinkwater in Tilburg van een slechte kwaliteit. Men haalde het uit waterputten die dikwijls vervuild waren. Daarom werd er veel bier gedronken en dat water was tijdens het proces namelijk gekookt. Het was dus veilig om te drinken. Het alcoholpercentage was zo'n 1,5%. In 1804 telde Tilburg bijna 10.000 inwoners en kende toen 7 commerciële bierbrouwerijen. Te weten Broeks, Witloks, Verbund, Mommers, Lommers, Lombards en de in 1804 begonnen Van Roesel. Linksvoor op de foto zien we herberg De Gouden Zwaan op de markt. De wat grotere herbergen in het dorp brouwden dikwijls ook hun eigen bier, bedoeld om te drinken in hun eigen café. Het schijnt dat we bij Bakkerij van Vlerken in de Heuvelstraat 116 nog iets kunnen zien van de brouwerij van herberg Het Vliegend Hert uit 1703. Omdat de brouwerijen beschikten over een grote watervoorraad, waren ze verplicht het water als bluswater af te staan aan de brandweer. Het bier smaakte destijds heel anders dan nu. In plaats van hop werd er gruut toegevoegd, een verzameling van lokale planten en kruiden. Geen wonder dat het uit Belgische diest afkomstige gildebier erg geliefd was in Tilburg. Het was een smaakvol, bovengistend tarwebier. Veel lekkerder dan het gewone bier en het had ook een hoger alcoholpercentage. Het was ook duurder. De plaatselijke brouwers ondervonden veel concurrentie van het diesterbier. Te veel. Om de brouwers te beschermen zette het gemeentebestuur extra belasting bovenop de al hogere prijs. Ook kreeg een kastelein die het diesterbier tapte een boete. Door deze beschermende maatregel werd het diesterbier in Tilburg veel minder gedronken. Het gemeentebestuur van Diest dreigde op zijn beurt met een boycot van Tilburgse producten. Een handelsboycot dus, de enige die Tilburg ooit gekend heeft en officieel nog nooit bijgelegd is.
Begin 20e eeuw telde Tilburg nog drie grotere bierbrouwerijen. De Posthoorn, de Kroon en de Schaapskooi. We zien hier foto's van de in 1804 opgerichte brouwerij de Posthoorn van Van Roessel. De brouwerij stond aan het Korverplein. In 1929 sloot de brouwerij haar deuren, 125 jaar oud, vanwege de hevige concurrentie van de Schaapskooi met zijn trappistenbier. Brouwerij De Kroon startte hier in 1868 met het brouwen van bier, hier in het buurtschap Enthoven aan de huidige Bosseweg. Er bestaat nu nog steeds trouwens een Enthovenseweg in Tilburg. In 1897 werd de brouwerij verkocht aan brouwer Cornelius Poort. In 1916 stopt deze Cornelius met het brouwen van bier. Het krijgt dan allerlei bestemmingen, dit mooie gebouw. In 1988 werd dit pand helaas in opdracht van autohandelaar Roskam gesloopt. De Willemshoeve, een voormalige schapenboerderij van koning Willem II, werd door de latere eigenaar Casper Hoeben verkocht aan de trappisten, die er een klooster en een kerk bij bouwden in 1881. Al snel schakelden de trappisten van schapentilt over op bierbrouwen. We kunnen het bier nog steeds onder de naam La Trappe drinken. In 1984 wordt door Steef van der Meijden de amateur bierbrouwersvereniging De Roerstok opgericht. Hun doel is het delen van kennis onder de amateurbrouwers en ook om het amateur bierbrouwen te bevorderen. In 1992 startte Ad Kleijsen in de schuur achter zijn woonhuis in de Jasmijnstraat de bierbrouwerij Moerenburg, vernoemd naar het bekende natuurgebied buiten Tilburg. Helaas overleed Ad al in 1996. Maar zijn vrouw Han, zijn zoon Bart en diens vrouw Yvonne zetten de zaak voort. In 2012 stopte men met het brouwen van de bekende Moerenburg bieren. De laatste jaren is het zelfbrouwen van bieren weer erg in trek. Amateurbrouwers worden semi-commercieel of zelfs helemaal commercieel. En met succes, want hun Tilburgse bieren vinden hun weg naar de verschillende goede biercafés die Tilburg rijk is. Brouwerij Maltebier met brouwer Ruud van Doren brouwt heerlijke bieren. Die krijgen allen een toepasselijke naam. Maltebier is niet te koop, tenminste nog niet. En Ruud drinkt zijn maltebier enkel met zijn malte. Als het bier in de ketel klaar is, worden de flesjes gevuld en van een dop voorzien. Natuurlijk wordt er het bijpassend etiket opgeplakt. We gaan de flesjes vullen op de ouderwetse hevelmanier. Het stokje, het pijpje gaat in het flesje. En dan even in de gaten houden hoe ver het volloopt. En dan, daar is die al. En dan gaan we naar de volgende. Zo worden de dopjes erop gezet. Ik vind het wel een heerlijk pilsje. Je kan het in een flesje verder vergisten. Proost! Dat was het weer, dames en heren. Tot de volgende keer graag.